welkom bij een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Vandaag heb ik weer een AliExpress shoplog voor jullie. Ik heb de afgelopen tijd weer heel veel leuke dingetjes besteld. En na mijn vorige AliExpress shoplog, dat was eigenlijk de eerste op ons kanaal, kreeg ik ook super veel leuke respons. En ik moet zeggen dat ik sinds die keer eigenlijk gewoon meteen verslaafd ben geraakt. Om nog eventjes terug te komen op de vorige video. Mocht je die trouwens gemist hebben, ik zal hem eventjes in de beschrijving linken. En hij komt ook in het i'tje te staan. En toen vertelde ik over die zonnebril die ik niet had binnengekregen. Of in ieder geval die echt al best wel lang onderweg was. Ik heb hem nooit binnengekregen. Maar als het goed is, heb ik wel mijn geld teruggekregen. Want ik heb er wel een berichtje over gestuurd van ik heb hem echt nog steeds niet. Waar is die? En volgens de tracking was die ook gewoon eigenlijk nergens, leek het op. Dus die is eigenlijk gewoon een soort van kwijtgeraakt. Dus ik heb daar contact over gehad en ze zouden me mijn geld terugsturen. Nu weet ik eventjes niet uit mijn hoofd of ik het echt op mijn rekening heb gehad. Maar het ging uiteindelijk maar echt om €2,41. Dus dat komt vast wel helemaal goed. En anders was het €2,41 die ik niet nu heb. Maar dat geeft niet. In deze video heb ik weer heel veel leuke dingetjes om te laten zien. En ik heb ook wat smartphone gadgets en accessoires besteld de afgelopen tijd. Maar die heb ik eventjes weggehaald. Want het leek me leuk om daar weer een aparte video over op te nemen. Heel tijd geleden hebben Tara en ik ook een smartphone gadgets review video opgenomen. Dus het leek me leuk om daar een soort van deel 2 van te maken. Met wat nieuwe items die ik allemaal op AliExpress heb gevonden. Voor natuurlijk super budgetprijzen. Maar goed, ik ben volgens mij alweer een beetje te lang bezig met deze intro. Dus laten we gewoon gelijk gaan beginnen met wat ik de afgelopen tijd heb geshopt. Ik heb echt een hele bak hier staan met van alles en nog wat. Bijna alles was ook weer heel erg snel binnen. Zeker binnen een week of 2 weken. Dus nogmaals, echt super chill dat het allemaal zo snel gaat. En ik begin met het allereerste ding waarvan je waarschijnlijk iets hebt van... Wat is dit? Dit is een hanger waar je 3 shirts aan kan ophangen. Maar zoals je ziet heeft hij maar 1 hanger aan de bovenkant. Waardoor de shirts zeg maar een beetje zo half over elkaar heen liggen. En daarom zou het dus minder ruimte in je kast gaan innemen. En dat is natuurlijk altijd pijn als je zeg maar heel veel kleding hebt en te weinig kastruimte. Ja, dus dit lijkt me wel heel erg handig en het was echt super goedkoop. Ik ga eventjes kijken hoe ik deze het best kan ophangen. Oh wacht, oh, super easy. Eigenlijk gewoon zo. Dan heb ik hier nog een shirt. Hier word ik tot nu toe wel heel blij van. Dat gaat er echt super makkelijk omheen. Ik was namelijk bang dat het een beetje soort van een gedoe zou worden. Tadaa! Oh, deze vind ik echt super nice. Ik heb gewoon heel makkelijk 3 shirts onder elkaar hangen. En deze vind ik echt super gaaf. Hier ga ik misschien nog wel extra van bestellen. Want dit is gewoon echt ideaal. En ze gingen er ook echt makkelijk overheen. Dus ik denk als je nog een iets dikker kledingstuk hebt. Dat het zelfs ook nog wel gaat. Gewoon hier eventjes een plekje. Tada! Oh my god. Ik vind deze echt zo handig. Moet je kijken hoe plat die is. Dit zijn gewoon 3 shirts. Dus kun je nagaan hoeveel ruimte je kast gaat hebben. Voor nog meer kleding. Deze is echt een dikke duim omhoog. Ik ga door met het volgende item. Dit ziet er heel erg gaar uit op het eerste gezicht. Maar ik zal hem even in elkaar zetten. Oké, en dan heb je dit. En het lijkt misschien een beetje op een soort van douchegordijn. Maar dat is het niet. Het is namelijk iets heel erg handigs. Je kan deze zo in de kast hangen. En dan kan je hier aan deze dingetjes weer kledinghangers en ophangen. Maar als je dus meer ruimte wil krijgen in je kledingkast... kan je hem dus ook zo laten ophangen. Dan hang je dus deze gewoon aan je kledingrekstaaf. Ik weet niet zo goed hoe dat heet. Daar hang je deze aan op. En hier hang je dus dan verticaal je kledinghangers aan op. Waardoor ze dus zeg maar onder elkaar komen te hangen. En dat neemt dan minder ruimte in je kast in. En ook deze was trouwens weer heel erg goedkoop. Ik hang hem hier in de lengte op. Die hang ik hier. Dus hier ben ik onderaan begonnen. Dus hier heb ik hier eentje opgehangen. En deze pak ik hierboven. Hang ik hierboven. Hierboven. Dus nu heb ik zeg maar 4 items zo gehangen. Neemt inderdaad veel minder plek in. En mocht je het dan willen, dan kan je dit ding ook anders ophangen. Past er maar net tussen. En dan kan je gewoon de spullen zo ophangen. Ik weet alleen niet zo goed waarom je dit zou doen. Dit is niet zo van... Het neemt minder ruimte in. De optie bestaat. Tadaa! Ga ik door naar het volgende item. En ik ben nog niet klaar met de kast en ruimte besparen en dergelijke. Want ik heb deze dingetjes gevonden. Een heel aantal jaar geleden heb ik volgens mij op een soortgelijke website ook deze soort haakjes besteld. En ik zal eventjes het zakje openmaken zodat je het beter kan zien. Het zijn namelijk hele simpele haakjes met een soort van, ja dat velvetachtige textuurtje erop. Net zoals je van die kledinghangers hebt, zodat het niet af gaat glijden. Deze haakjes kan je over een normale kledinghanger heen hangen. En dan kan je weer aan dit haakje een andere kledinghanger haken. Zodat ze dus ook weer, zeg maar, een beetje zo onder elkaar hangen. Ik heb hier dus al een paar van in het grijs. En het zijn echt super makkelijke dingen en heel erg handig. Het enige is dat ze groen zijn. Ik kan me niet herinneren dat ik voor groen heb gekozen. Want ik had eigenlijk het liefst dezelfde grijze gehad als die ik al heb. Maar nu heb ik groene. Maar goed, ik moet daar niet al te panisch over doen. Dus als je hem dan nu in de kast hangt, neemt het een stuk minder veel plaats in beslag. Tadaa! Dit is de duurste van de shoplog en deze wil ik echt heel erg graag hebben. Het is een t-shirt erop met Chanel. Het is natuurlijk een knock-off en het is een beetje in de stijl van Iron Maiden, wat ik nu aan heb. Dus je ziet, zeg maar, dat de stijl van de letters is een beetje hetzelfde. Aan de achterkant is ook wel heel erg cool. Daar staat nog een keer Chanel en allemaal teksten en dergelijke. Ik had dit shirt al vaker voorbij zien komen. Ik vind hem echt super leuk. Maar ik dacht, ik ga er niet echt tientallen euro's aan uitgeven. En ik heb deze wel met een klein beetje moeite gevonden op AliExpress. Maar ik ben er echt super blij mee. Want hij voelt echt heel erg goed aan de kwaliteit. De printen zitten er ook super mooi op. En ja, ik ben gewoon echt super blij met deze. De verkoper had trouwens ook nog heel goed met mij gecommuniceerd over welke prijs. Nee, over welke maat ik moest nemen. Ik heb namelijk eerst een L genomen. Want ik dacht, ja, kleding bij AliExpress valt nogal klein. Maar hij had met mij overlegd met mijn lengte, gewicht, dat soort dingen. En toen had hij me aangeboden om een M te nemen. En ik ben heel erg blij mee, want hij valt echt super goed. En precies zoals ik wilde, dus heel goed contact gehad met deze verkoper ook. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. En dit is hoe het shirt aanstaat. Ik heb vandaag een flared pants aan, dus dat is niet per se waar ik hem mee zou combineren. Maar zo ziet het eruit. En ik heb de mouwtjes een beetje opgerold. En ik vind hem echt super fijn. Hij is precies, zeg maar, oversized genoeg dat ik hem leuk vind. En dat hij niet te oversized is. En dit is dus een emmetje. Het volgende item wat ik heb besteld is ook heel erg leuk. Ik heb namelijk besteld omdat ik van plan ben om hier binnenkort een do-it-yourself mee te gaan doen. En dat is een zakje met houten lontjes. Dit zijn de houdertjes waar je deze houten dingetjes in doet. Deze kun je namelijk gebruiken als lont voor in een kaars. Maar het leuke aan deze is dat het, doordat het hout is, speciaal hout of zoiets denk ik, dat het heel erg gaat knetteren. Dus je krijgt echt zo'n soort van haardvuurachtig idee. En het knettert echt super mooi en leuk. Namelijk allemaal van die kaarsen die half op zijn gebrand en niet verder branden. Dus ik ben van plan om al dat kaarsvet gewoon te gaan smelten. En weer in bestaande potjes of kaarsenstandaards, kaarsenhouders te schenken. Doe ik dit kaarsloontje in en dan heb ik gewoon een hele nieuwe kaars. En ik ben ook nog aan het recyclen tegelijk. Dus daarom heb ik deze besteld. Ook deze waren weer echt super cheap. Ik ben heel erg benieuwd of het trouwens wel goed gaat werken. Ik heb het uiteraard nog niet geprobeerd. Oh. Maar ik ben heel erg enthousiast om hiermee aan de slag te gaan. Het volgende item is wel een grappig verhaal. Ik zat namelijk op Facebook, zit daar niet heel erg vaak. Maar toen zag ik ineens zo'n gesponsord bericht voorbij komen van een heel grappig ding. Waarmee je vormpjes in je pancakes of eieren of wat dan ook kan maken. En het zag er zo ontzettend leuk uit dat ik het bijna had besteld via die Facebook gesponsorde post. Maar ik kwam erachter dat die €15 was en toen dacht ik, kan dat goedkoper? Ja, het kan goedkoper, want ik ging op AliExpress kijken en binnen een seconde had ik precies dezelfde gevonden voor echt een fractie van de prijs. En dat is dit. Het is dus een heel grappig rood siliconen ding. Ik heb gekozen voor degene met hartjes, maar je hebt ook nog andere vormpjes als je dat leuker vindt. En dit was echt gewoon mega goedkoop. Ik dacht, dit is echt precies zoiets dat ik wil gaan uitproberen en dat gewoon een echte hit is. Of dat het gewoon een dikke mis is voor heel weinig geld. Dus dan vind ik het nog wel leuk om te proberen. Okido, we zijn in mijn keuken. Als je een soort van brommend geluid hoort, sorry, dat is mijn koelkast. En ik weet niet waarom die er zoveel bromt. Maar ik heb hier even een pan op het vuur of de hitte gezet. Dus die is al redelijk warm. En ik wil hem nu eerst eventjes gaan insprayen, zodat de pancake straks niet gaat aankoeken. En dan is dit ons ding. Eigenlijk, ik denk dat ik die gewoon zo ga neerleggen. Ik heb hier gewoon een heel simpel beslagje gemaakt. Nou weet je, ik ga het er gewoon in doen en dan zien we het wel. En nu eventjes wachten. Oké, dit is een beetje mijn schuld, want ik heb er te veel beslag in gedaan. Dus je ziet op een gegeven moment, daar zie je een beetje dat de hartjes aan elkaar beginnen te plakken. Maar ik hoop dat aan de onderkant het nog wel een heel mooi soort van vormpje heeft. Oké, ik heb net even off-camera deze omgedraaid, want het begon een beetje te roken. En zoals je kan zien is het een klein beetje zwart geworden. Maar het omdraaien ging echt super makkelijk, want daar heb je dus deze handvatjes voor. Maar zoals je kan zien is er wel wat beslag langs gegaan. Tot nu toe, het ziet er nog wel geinig uit, maar ik denk dat ik het nog zo meteen een tweede poging moet doen. Maar ik ga deze eerst eventjes helemaal afmaken. En nu ga ik wat minder beslag erin doen. Dan gebruik ik gewoon eventjes degene die ik net niet heb gebruikt. Oké, in deze heb ik iets meer beslag gedaan en in deze heb ik helemaal weinig beslag gedaan. Dus ik ga even kijken of dat ook iets van een verschil maakt. Maar zoals je hieronder kan zien is die al goed bruin. Dus ik ga hem eventjes omkeren en doe ik gewoon 1, 2, zo. En zoals je hier kan zien vind ik echt dat hij het vormpje heel goed houdt. Oh kijk. Hij laat al een beetje los. Tada! En zoals je hier kan zien is het best wel een hartje geworden. Dus ja, ik vind het wel een geinig ding. Kijk, aan de andere kant, ja, die moet je dan maar gewoon niet laten zien, want dat is echt totaal geen hartje natuurlijk. Maar deze kant is wel oké. Ja, ik geef het een half duimpje omhoog. Maar het is wel geinig om een beetje mee te proberen. En wellicht kan je hier wel veel mooie recreaties mee maken. Maar dit is in ieder geval mijn eerste poging hiermee. Waar ik ook helemaal los ben op gegaan op AliExpress is het vinden van patches of van die opstrijkemblemen. En daar zit AliExpress helemaal vol mee. Ik was heel erg benieuwd of de kwaliteit een beetje goed was. Dus ik heb wat verschillende besteld omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om dat op mijn kleding of op een tas of wat dan ook te plaatsen. De allereerste die ik hier heb is een super cool handje met een piesteken. Ik vind hem echt super schattig. En de kwaliteit is hiervan echt super goed. Aan de achterkant heeft hij gewoon dat speciale spulletje waardoor je hem gewoon op je kleding of tas kan strijken. Dus dat blijft dan meteen zitten. Maar als ik ook echt gewoon kijk naar de embroidery of gewoon hoe het erop is genaaid, ziet het echt super goed eruit. Het ziet echt heel erg schattig. En dit was gewoon echt super cheap. Ik heb ook gekozen voor palmboompjes. Want deze vond ik ook echt heel erg leuk te uitzien. En ik heb er gelijk 3 besteld, zodat ik er eentje aan Tara en eentje aan Serena kan geven. Want we zijn alle 3 heel erg gek op palmboompjes. Dus ik dacht, nou ja, het is misschien wel heel erg leuk om een soort van sister t-shirt te maken. Dat we gewoon een simpel t-shirt pakken, waar we deze dan zo hierbovenop doen. Dat leek me wel heel erg leuk, of ergens anders. Maar deze zien ook echt zo ontzettend mooi uit. Ze hebben zelfs van die details hier op de stam gemaakt van de boom. En het is gewoon heel erg netjes afgewerkt. Ook deze heeft weer aan de achterkant dat speciale plaklaagje, zodat je hem gewoon heel makkelijk erop kan strijken. Dus ik vind deze ook echt zo ontzettend mooi. En het was echt gewoon bijna geen geld. Dus ik ben hier ook echt ontzettend tevreden en happy over. Het volgende item is een verrassing voor Tara. Maar tegen de tijd dat ze deze video ziet, heb ik hem haar al gegeven. En dat is deze. Dit is ook weer zo'n opstrijkembleempje. Maar zoals je kan zien is het een corgi. Tara is helemaal gek op corgis. Dus toen ik deze zag, dacht ik, oké, deze moet ik echt gewoon als verrassing voor haar extra erbij bestellen. Want ik vind hem echt gewoon zo ontzettend schattig. En dit vond ik echt gewoon heel erg leuk om extra aan haar cadeau te geven. En als allerlaatste heb ik er nog eentje besteld. Maar deze is echt een stuk groter. En het is deze coole applicatie. Het heeft de vorm van een hart met een heel groot oog erin. En het mooie is dat hij helemaal bedrukt is met allemaal pailletjes. Waardoor hij zo lekker glittert en schittert en dergelijke. Ik vind deze ook echt ontzettend gaaf. Het is heel erg vet om deze bijvoorbeeld op de achterkant van een jasje, een parka of een spijkerjasje of misschien wel een trui te bevestigen. Staat echt super leuk en heb je gewoon in één klap gewoon je simpele trui helemaal gecustomized. En deze vind ik ook echt zo ontzettend mooi. Ik vind hem echt mooier dan ik had verwacht. En ik vind hem echt ontzettend gaaf. Maar nog leuker leek me om deze applicatie aan één van jullie weg te geven. Dus wil je graag dit hart? Laat eventjes weten in de comments. Door gewoon een comment achter te laten waarin je zegt, ik wil doen mee aan de winactie. En ik wil graag dit ding winnen. En zorg er ook wel voor dat je wel geabonneerd bent op ons kanaal. En dan gaan we gewoon heel snel uit alle comments iemand uitzoeken die deze kan winnen. Ik zal ook eventjes alle details van de winactie in de beschrijving neerzetten. Ook tot wanneer je mee kan doen. Dus check die ook eventjes, zodat je zeker weet dat je op de juiste manier meedoet. En dat je eens kans kan maken op dit super toffe ding. Nou, dat waren alweer mijn geshopte spulletjes bij AliExpress. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Laat vooral eventjes een duimpje omhoog achter. Ik weet namelijk dat Tara ook heel veel leuke dingen geshopt heeft. En dat zij ook wel volgens mij heel veel leuke dingen heeft om aan jullie te laten zien in een volgende AliExpress shoplog. Dus wil je die ook van haar zien? Laat eventjes weten in de comments. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. Wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze. En dan zie ik jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!